Welkom, we zijn weer met een nieuwe video. Vandaag gaan we beginnen met een oefening voor de buik, dus een core workout. De eerste die we gaan doen is de plank. En dan de side plank, dus niet de plank gewoon op de onderarmen of op de twee onderarmen, maar gewoon op één onderarm. Dus we gaan, zal ik even een zijaanzicht doen. Eén onderarm, zorg dat je elleboog recht onder je schouder is. Voeten of op elkaar of zo naast elkaar, ligt maar net aan van wat je zelf het fijnst vindt. Ik vind het fijnst om ze op elkaar te leggen. Buikspieren aanspannen, billen omhoog. En dan doe ik de andere hand doe ik in de zij. En dan blijven we 30 seconden blijven we zo staan. Dan zal ik het ook nog even van de andere kant laten zien. Jullie gaan gewoon lekker door. Andere kant, eigenlijk precies hetzelfde. Elleboog onder de schouder. Billen iets omhoog, ook billen aanspannen, buik aanspannen en je hand zet je in je zij. En dan doe je dus rechts, links en dan gaan we naar de tweede oefening. Kijk hoe dat van de voorkant eruit ziet. Dus je elleboog recht onder je schouder en billen en buikspieren aanspannen. Eerste oefening, tweede oefening die we gaan doen. Dat is gewoon de normale plank. Dus normale plank op de onderarmen, buikspieren aanspannen, billen aanspannen. Billen niet helemaal omhoog, maar ook niet naar beneden. Voeten mag je iets wat uit elkaar zetten. Hoe ziet dat dan van de zijkant eruit? Voeten weer uit elkaar. Ook weer hier de elleboog onder de schouder. En je buikspieren aanspannen, billen omhoog, een beetje aanspannen. En je wil gewoon kaarsrecht in een plank liggen. Dus niet dat je de holling hebt naar beneden of de holling hebt of de bolling hebt omhoog. Nu gaan we die twee oefeningen eigenlijk samenvoegen. Dus hoe ziet dat er dan uit? Je handen heb je zo in plaats van naast elkaar, voor elkaar en achter elkaar. Dan draai je open naar de ene kant. Dus in dit geval draai ik open naar rechts. En dan ga je weer terug staan. En je draait open naar links. En je hand die je niet op de grond hebt liggen, die draai je ook helemaal mee omhoog. En weer terug. Even van de zijkant. Dus je handen in plaats van voor of in plaats van naast elkaar, heb je ze voor en achter elkaar. Omhoog, dus dan draai je open, weer rustig terug en de andere kant. Hand helemaal kaarsrecht omhoog, weer terug en zo ga je ook weer de 30 seconden volmaken. Dat was blokje 1. Blokje nummer 2 gaan we op de rug liggen. Ik doe hem even vanaf de zijkant voor. Op de rug liggen, voeten zet je op de grond. We beginnen met aan de linkerkant. Dus met je linkerhand ga je telkens naar je rechterknie. Schouder van de grond en je knie aantikken. 30 seconden lang. Rustig aan doorgaan. Ga lekker door. Ik laat hem nog even vanaf de voorkant zien. Dus ik heb mijn voeten staan. Dan tik ik mijn rechterknie aan met mijn linkerhand. En ik ga weer liggen. Omhoog en weer terug. Hoe verder je omhoog komt, hoe zwaarder die voor jezelf is. Dus als je licht omhoog komt en je tikt alleen je elleboog aan, is die wat makkelijker voor jezelf. Nadat we dat met de linkerhand gedaan hebben, doen we dat natuurlijk ook met de rechterhand. Dus gaan we weer liggen. Tik je met je rechterhand je linkerknie aan. Voeten blijven staan. Mocht je het zwaar vinden om je voeten te laten staan, doe je voeten dan ergens onder een bankje. Leg er wat op, zodat ze niet omhoog kunnen komen. Is voor jezelf wat makkelijker. Dus weer omhoog, knie aantikken en weer terug. Knie aantikken, weer terug. En hoe ziet dat er dan uit als we die twee gaan combineren? Zal ik even vanaf de voorkant voor gaan doen.
is, nu gaan we niet meer tikken, maar nu lijkt het net alsof je omhoog trekt met een touw. Dus dan begin je met rechts, links, rechts. Ga je zakken. En dan begin je met links, rechts, links. Laat je weer zakken. Rechts, links, rechts. Weer naar beneden. Links, rechts, links. Dus zo ga je de hele tijd door. Dus je gaat niet naar beneden en weer met dezelfde hand. Dus je gaat steeds links, rechts, links. Naar beneden, rechts, links, rechts. Even van de zijkant. Hoe ziet dat er dan uit? Dus naar beneden, lichtje, omhoog, links, rechts, links, rechts. Je zag, mijn voeten kwamen van de grond, ook hier weer. Kun je je voeten ergens onder doen, maakt het voor jezelf wat makkelijker. Ga je weer terug, rechts, links, rechts. Naar beneden, links, rechts, links. En dan gaan we naar het laatste blokje, blokje nummer 3. Gaan we weer in de plank staan, dus op de onderarmen en op de tenen. En mag eventueel ook op de knieën, ligt eraan maar wat je zelf het fijnst vindt. En ook wat je zelf kan. Ik doe me even voor vanuit de tenen. De eerste ronde, 30 seconden weer. Sta je. En nu is het 1, 2, 3, 4. Ga lekker door. Dus je gaat met je handen 1, 2, steeds aantikken. Even van de zijkant, hoe ziet dat er dan uit? Gewoon de plank. En dan is het 1, 2, 3, 4. Goed je buikspieren aanspannen. Probeer zo min mogelijk te draaien in je heupen. En lekker vloeiend door te gaan. De tweede oefening van dit blokje is, je gaat nu weer gewoon handen op de grond, voeten. Laten we de handen staan. Gaan we 1, 2, 3, 4 met de voeten tikken. Even aan de zijkant. Ga lekker rustig door. Dus je staat weer op handen en voeten. Rechts, links, rechts, links. En verder weer buikspieren goed aanspannen. En zo gaan we door. Hoe komt dat er dan uit te zien als we ze weer achter elkaar gaan plakken? Doe ik wel even beginnen van de voorkant. Dus je staat weer handen en voeten. Dus het is 1, 2, 3, 4. Dus ik begin met rechts met de armen. Links, rechterbeen en linkerbeen. Lekker rustig door. Dus ga lekker rustig door. Dus 1, 2, 3, 4. Hoe ziet dat dan al even vanaf de knieën uit? Dus vanaf de knieën, 1, 2, 3, 4 en dan weer met de armen. Zo is er voor ieder wat wils, kun je het op je eigen niveau doen. Gaan we weer bij nummer 1 beginnen. Eerste blokje was de side plank in combinatie met de plank. Kijken of jullie nog weten hoe die moet. Side plank op de onderarmen. Op één hand staat op de grond, de andere zet je weer in je zij. Voeten boven op elkaar of achter elkaar, waar je eigen voorkeur ligt. En dan ga je staan. 30 seconden. Probeer rustig door te blijven ademhalen. Uit de ademhaling zit de kracht. Rustig in door je neus. Rustig uit door je mond. Nog even van het vooraanzicht. Elleboog onder de schouder. En dan gaan we staan. Andere hand in de zij. En we blijven staan. Tweede oefening van het eerste blokje was de plank. Gaan we staan. En that's it. Op de voeten, op de onderarmen blijven we staan. 30 seconden lang. Mocht dat niet lukken op de tenen, mag je altijd naar de knieën. Dan komt hij er zo uit te zien. Billen niet naar beneden laten. Beetje omhoog. Buikspieren aanspannen. En 30 seconden blijven staan. En dan, weten jullie nog? Plakken we hem achter elkaar door. Zetten we de handen niet meer naast elkaar. Zetten we de handen
voor elkaar, zodat je heel makkelijk kan opendraaien, weer terug en de andere kant opendraaien. Gaan we weer terug en ook weer 30 seconden lang steeds afwisselen. Tweede blokje, dat was de crunch. Ook weer voor de buik. Dus voeten weer stevig op de grond zetten. Heb je de neiging dat je voeten omhoog komen? Zet je voeten ergens onder. Kan een bal zijn, bankje, whatever. Dus beginnen we met rechts. Linker knie aantikken. En weer terug. Aantikken. En weer terug. 30 seconden lang. Ook weer als je het wat zwaarder wil maken, dan doe je het wat sneller. Doe je het wat rustiger aan doen. Doe je het of wat makkelijker, dan doe je het wat rustiger aan. En dan draaien we natuurlijk ook weer om naar de andere. Doen we linkerhand naar de rechterknie. 1, 2, 3. En ook weer. Als je tempo verhoogt, wordt hij wat zwaarder voor jezelf. Maar kijk hoe snel je het wil doen. En het belangrijkste is gewoon dat je de 30 seconden gewoon vol kan houden. Die weer achter elkaar plakken. Hoe ziet dat er dan ook weer uit? Het zijn de crunch pull. Dus je trekt jezelf eigenlijk omhoog door middel van een onzichtbaar touw. Je gaat liggen, dus rechts, links, rechts. Laat je weer naar beneden zakken. En dan is het rechts, links. Of links, rechts, links. Naar beneden. Rechts, links, rechts. Weer terug. Links, rechts, links. Dan zit je overeind. Ga je weer terug. Ook hier weer. Hoe sneller je het doet, hoe moeilijker het voor jezelf is. Dus kijk een beetje of je het snel wil doen. Wat rustiger aan wil doen. Dat is helemaal voor jezelf. En dan gaan we naar de laatste. De laatste, blokje nummer 3 van de core. Dat was weer planken op de onderarmen. Alleen nu blijven we zo staan. Maar gaan we tappen. Dus we beginnen met de handen. 1, 2, 3, 4. Ga lekker rustig door. Laat hem nog even van de zijkant zien. Ook weer van de zijkant. 1. 2, 3, 4. Lukt het nou niet op de tenen? Doe je het op de knieën? En dan is het precies hetzelfde. Dat doen we niet alleen met de handen, dat doen we ook met de voeten. Blijven staan. Dus het 1, 2, 3, 4, 5, 6. En de laatste blokje. Plakken het weer achter elkaar door. Beginnen we met de handen, eindigen we met de voeten van de voorkant. Op de knieën doe ik hem even voor. 1, 2, 3, 4. En dan ga je weer naar de hand. 1, 2, 3, 4. Nou, ik hoop dat jullie het een beetje een leuke workout gevonden hebben. Een keer de oefeningen voor de buik, zodat we zometeen lekker, als het zomer is, mooie blokjes buik voor de heren en wat slanker voor de dames. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Probeer hem zeker uit. En kijk gerust op het YouTube kanaal verder voor meer video's. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Ciao!